klasgenoot van ons heeft ingebroken in ons huis en daarom gaan we hem volgen. Kijken wie geeft deze opdracht aan hem. En nadat we hem stiekem voor een tijdje volgen, komen we er eindelijk achter. Waar staan? Oké, nou hij is er vandoor. Nu kunnen we hem niet meer ondervragen. Oh nee, wacht. Oké, we horen het alarm. Dat betekent dus dat er iemand in de valstrik is gevallen. Oh, wat gaan we er gewoon op af? Ik denk het. Ja, ik weet niet of het een gevaarlijk persoon is. Want ik ook we proberen niet. Natuurlijk een onzichtbaar iemand te vangen. Dus we weten niet wie het is. Misschien is het die gekke medewerker van de school. Of misschien is het wel die gekke professor. Of we weten het niet. Wacht even. Oh, kom op. Ja. De kamer. Inderdaad. Oké, ik zet hem eventjes aan. Tenminste. Oh, nee. Staat die boom ervoor? Nee, maar er zit een... Wacht even, ik zoom even in. Wat is een gat. Oké, dus er zit iemand daarin. Oh. Ja. Ik kan niet zien wie het is. Ik denk zo dat iemand naar beneden viel. Dat heeft Bob gemaakt. Wow, dat is onderdeel van de machine. Oké, nou blijf hier, Jeb. Blijf hier, Lily. Laten wij gaan kijken wie erin zit. Hebben we eigenlijk een plan? Wat gaan we doen? Het plan is, hou een zwaard bij de hand. Ja. En ik weet het niet. Ik weet niet wie het is. We moeten het gewoon gaan ondervragen, die persoon. Oké. Wat die doet, waarom. En misschien moeten we dan toch zo iemand voor langere tijd gevangen nemen. Wat als het nou meerdere mensen zijn? Oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nou ja, wij zijn ook met z'n tweeën. Ja, precies. Kunnen we het wel aan. En we hebben Jeb en Lily en de backup en iedereen. Oké, wie gaat het zijn? Oh. Hou je zwaard vast. Ja, ik vind het spannend. Kijk. Wacht even. Griff? Wat is dit voor vies spul? Haal het weg! Dat is melk. Oké. Oh. Dit had ik niet verwacht. Ik dacht dat het die gekke professor was. Ja, of die medewerker die rare dingen doet. Waarom ben je van ons aan het stelen? Ja, wat ben je aan het doen? Dat moest van de school. Bah, dit is echt heel erg goor. Griff, het is gewoon melk. Stel je niet zo aan. Maar van de school? Ja, wacht even. Inderdaad, nu het zegt, hoe bedoel je van de school? Ja, die persoon staat nu op mij te wachten om het te brengen. Dus laat me los. Ja, dat dacht ik dus niet, vriend. Jij gaat hier heel lang in zitten voordat wij gaan bedenken... Wacht. Kom even mee. Hoe bedoel je? Laat hem gewoon heel daar zitten. Kom. Wacht even. Wat bedoel je, schatie? We gaan hem toch hier gewoon... in laten zitten, want dit is toch niet normaal wat hij doet? Ja, hij zegt dat iemand op hem aan het wachten is. Dan lopen we gewoon met hem mee. Oh, als in je wilt hem nu niet hier inlaten, maar dan loslaten? Ja, want dan gaat hij naar die persoon toe, wie er op hem aan het wachten is. Dan kunnen wij zien wie dat is. Want het klopt toch niet dat de school... Dit moet toch niet van de school? De school zal nooit zoiets doen bij hun eigen leerlingen inbreken. Dat klopt niet. Daar heb je... helemaal gelijk in. Dat is echt heel erg slim. Je wilt hem dus loslaten. Ik volg hem gewoon. Ja. Oh. Maar dan denk ik wel dat we hem het... Want hij zal waarschijnlijk het moment dat hij kan... Hij wil heel graag eruit. Zal hij wegrennen. Dus we moeten wel denk ik doen... alsof hij zelf denkt dat hij ontsnapt. Snap je wat ik bedoel? Dat we niet zeggen van... oh, ga nu maar naar de school. Maar dat we zeggen van... oké, maar je moet wel hier blijven staan. Oh, ja. Hoe wil je het doen? Ga jij gewoon... Ik verzin wel iets. Ja, nee, ik kan het weghalen. Kan hij eruit. En dan zeggen we eens van... je moet hier blijven. En misschien... ja, misschien blijft hij ook trouwens. Maar kijken of hij dan weggaat of zo. En dan kunnen we hem volgen inderdaad. Het is een goed idee. Ja, ik denk ook dat we gewoon de melksporen moeten volgen zo. Daar heb je gelijk. Oké, maar die moet even serieus zijn. Niet lachen. Nee. Oké. Hij moet het ook niet weten. Nee, uiteraard. Griff, we weten dat dit heel vies is. Dus we gaan je even eruit laten. Maar het is wel belangrijk dat je hier bij ons blijft. Want we willen je nog ondervragen en weten wat er aan de hand is. Ja, dus je moet wel even hier blijven staan. Ja. Ga je dat doen? Hebben we een deal? Natuurlijk blijf ik staan. Oké, nou daar vertrouwen we dan op. Dan gaan we je eruit halen. Even kijken, ik haal het hier weg. Moet zo. Gewoon... Ja, dan kan je in ieder geval... Lukt dit? Kijk. Griff? Het is ook helemaal... vieze gat. Oh, het stinkt ook. Plakkerige bende. Oké, nou dan gaan we even overleggen, oké? Oké, dankjewel. Ja, nou, geen probleem. Oh, nee, wacht! Later! Oh, ik wist het, ik wist het! Blijf staan! Oké, nou, hij is er vandoor. Nu kunnen we hem niet meer ondervragen. Wacht, een beetje erachteraan. Ja, precies. Ik dacht, ik zeg het ook, dan... Griff, hier blijven! Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat hij inderdaad... Oh, het is wel moeilijk te volgen.
Hij is helemaal heen. Ik weet het niet. Ik ga via de berg. Misschien was het toch niet zo slim. Oh nee, ik zie hem nog. Ja. Hij gaat recht in de school. Hij kijkt om. Ik weet niet of hij ons zag. Ik stond helemaal achter, dus mij sowieso niet. Als hij straks weer omkijkt, dan weten we in ieder geval zeker dat hij ons niet heeft gezien. Ik zie hem niet meer. Okay. Ik ben hier een beetje op het pad, maar ik zie hem niet. Ik zie hem ook niet. Dat is een goed teken. We zijn hem kwijt. Nee, dat is geen goed teken. Dan is hij weg. Oh, volgens mij... Zie je hem? Ik zou niet via het pad lopen. Oh, hij is aan het kijken. Oké, hij heeft ons dus niet gezien. Ik zit aan de andere kant. Oké, hij is aan het zoeken. Oké, hij heeft ons niet meer gezien. Hij is ons kwijt. Ik ben zo benieuwd naar wie die toe gaat. Wie heeft de opdracht gegeven aan hem om van ons te stelen? Zou het een medewerker zijn? Zou het de professor zijn? Het schoolhoofd? Oh, dat zou wat zijn. Ik zie hem in de poort staan. Oké. Hij is echt ons aan het zoeken. Maar hij kijkt helemaal de verkeerde kant op. Want ik zit hier aan de zijkant. Oké. We houden hem gewoon in de gaten. Maar ja, naar wie is hij? Waar gaat hij naartoe? Sta je hier ook bij de poort? Staat hij er nog steeds? Nou, ik zit te kijken. Ik zie hem niet. Ik ben richting de rotonde. Dan denk ik nu ook dat die persoon... die zal waarschijnlijk ook in de avond willen opereren. Kijk, waar is hij heen? Ik denk dat hij al richting de school is gegaan. Ik denk het ook. Gaan we gewoon de school in? Kijken of hij daarin is gegaan? Ja, kijk. We kunnen gewoon doen alsof we... gaan voorbereiden of huiswerk maken. Ja, ik bedoel, we zijn studenten. We horen hier te zijn. Precies. Maar we moeten wel een beetje opletten dat we niet opeens vol tegen de maan lopen. Oh, daar loopt hij. Dat was heel close. Hij ging naar links. Ja, hij ging links. Laten we daar dan heen gaan. Het is hier ook helemaal leeg. De receptionist is weg. Ja, het is al avond. Oké. We kunnen vanaf hier kijken. Oh, het is de medewerker. Oké. Waar is het? Het is mij niet gelukt. Wat? Ik had je zelfs een potion van onzichtbaarheid gegeven. Hoe kan je dit nou verklaren? Er was een valstrik. En... Nu ga ik tegen het schoolhoofd zeggen dat jij niet de beste student bent, maar zelfs de allerslechtste student. Maar ik deed zo mijn best, meneer. Wegwezen. Ik vraag hem wel aan een van je andere klasgenoten die wel iets kunnen. Oké, meneer. Ik ga er wel vandoor. Nu krijg ik weer problemen met de baas, doordat we te weinig rubies hebben om de aanval uit te voeren. Misschien moet ik toch maar inbreken bij de voorraad van het schoolhoofd. Hij heeft het tenslotte ook van ons gestolen. Ik zal zo even aan de prof vragen of dat een goed idee is. Oh, het is echt... Wat wil die man toch? Wat een drama. En hij is dus nu gewoon onze klasgenoten. Waarschijnlijk omdat hij zelf opvalt en niet het gevaarlijke werk wil doen. Vraagt hij nu aan onze klasgenoten. Maar wat zei hij nou? Dat hij nu aan andere klasgenoten het gaat vragen? Ik snap het ook niet. Want wat wil hij dan toch? Hij wil die rubies en eventueel zelfs nog bij het schoolhoofd dus inbreken. Jeetje. En wat hij ook zei, het schoolhoofd heeft ze gestolen van hun. Want wij vroegen ons nog af of het schoolhoofd misschien samenwerkte met die medewerker. Maar zo klinkt dat niet. Nee. Maar we moeten de andere klasgenoten waarschuwen. Maar moeten we niet misschien het schoolhoofd waarschuwen? Ja, die misschien ook. Maar ik denk dat we moeten beginnen met de klasgenoten. Want anders gaat het die medewerker aan hun vragen om bij ons in te breken weer. Ja, dat Griff dat ook gewoon doet om alleen maar om de beste te zijn. Ja, ik vind het wel ergens een beetje sneu voor Griff. Want dit is gewoon puur inspelen op zijn gevoelens. Maar misschien kunnen we met een van de klasgenoten overleggen dat ze zeggen dat ze hem zullen helpen, maar eigenlijk dat ze met ons plan meewerken. Oh, dat is een goeie. Maar dan moeten we er eigenlijk achter zien te komen wie het is. Ja, wie zal die gaan vragen? Ja, misschien dat we... Oh... Misschien kunnen we met Morrie overleggen, want zij houdt altijd alles in de gaten hier met de geheime gangen. En dan kan zij erachter komen. Misschien kan zij de medewerker in de gaten houden. Ja, en dan kan zij erachter komen wie het doet. Zullen we dat vragen? Zeker. Oké, we gaan naar Morrie toe. Kijken of zij ons verder kan helpen. Dames en heren, smash het duimpje omhoog. Abonneer voor meer video's. En wij zien jullie volgende keer. Tot dan, mensen. Doei. Ciao.